Kies am Wall, komm du morgen in der Stadt. Langs de Steen van de Huse, krüpp langsam der Nevel van Huske nach Huske. Van Gevel nach Gevel. Noch schliep de Stadt, de Straten sind noch düster, maar de Augenkolonie begint te leven. Leerden aan zich huren, en wekker schel die klinkt. Het geeft nu gebeuren. Het beeld is vandaag onthuld. Kunt u daar wat meer over vertellen? Het beeld is gemaakt door John Dekkers in het afgelopen jaar. Op verzoek van de stichting die de kapel beheert. We hadden een legaat gekregen, dus wat geld. En dat was bedoeld voor iets duurzaams. En we wilden graag met een, door beelden te laten maken, door beelden te bestellen bij verschillende Limburgse kunstenaars. Aandacht geven aan verschillende groepen mensen die eigenlijk geen aandacht of niet voldoende aandacht krijgen. En als eerste beeld hebben we daarom de mijnwerkers gekozen. Het beeld beeldt uit twee handen. Dat kunnen de handen van God zijn, maar ook de handen van Pater Karel. Waarmee hij mensen zegende. En vaak werden mensen dan genezen. Lichamelijk of ook in hun ziel, om het zo maar te zeggen. Die twee handen zijn beschermende handen. Daartussen zie je een mijnschacht. Die kun je ook herkennen aan de twee stutten die daarbij geplaatst zijn. En op die mijnschacht zitten twee kompels. En die zijn een beetje naar elkaar toe gebogen. Dus dat is dat beeld ook de solidariteit uit van de man onder de grond. Ja, die gewoon ook nodig was, maar die ook vanzelfsprekend in zekere zin. Wat vindt u van het beeld? Ik vind het schitterend. Veel mooier dan ik gedacht had. Ik had wel een voorstelling ervan, maar zo mooi nee, had ik het niet gedacht. Eerlijk gezegd, nee. Ik heb een mooie tijd gehad op de mijn, maar ook zware tijd. Ik heb veel zweet gelaten, veel geld verdiend. Ik ben naar België naar de mijn gegaan, in Polen in de mijn geweest, in Engeland in de mijn geweest. En ik moet je vertellen, ik ben er goed uitgekomen, ik ben er goed uitgerold. Ik heb een goed pensioen en ik mag niet klagen. Waarom bent u hier? Nou, ik heb in de krant gelezen dat hier een beeld onthuld zou worden. En ik denk, zeker als buurman van ongeveer van Pater Karel ben ik hier naartoe gekomen. En de voorstelling is hartstikke duidelijk. Je ziet de beambte en de mijnwerker. De mijnwerker die heeft de afbouwhamer in de handen en de beambte zit er beter naar te kijken. Dat kun je direct zien, ja. Dat is goed te zien. Glück auf, Pompelok. Schmondig sloeit de suppeknok vast weg. Oegloen, een dikke boterham met de joen. Glück auf, Pompelok. Schmondig sloeit de suppeknok.